FC Lienden heeft in de eerste wedstrijd na de winterstop een prima resultaat behaald. In eigen huis werd SC Spakenburg met 4-1 afgetroefd. Een fraai resultaat en drie belangrijke punten voor de ploeg van Hans Kraaij junior. De tussentijds bij FC Lienden teruggekeerde Frank Miaffe bewees in zijn eerste wedstrijd in de tweede divisie gelijk zijn waarde voor de thuisclub door tweemaal te scoren. In de zevende minuut was het FC Lienden dat op voorsprong kwam na geklungel aan Spakenburgse zijde. Aanvoerder Mike Vreekamp behield het overzicht en plaatste vanaf 40 meter bekeken de bal in het verlaten doel. Binnen 10 minuten was de stand weer in evenwicht. Uit een vrije bal van de zijkant mocht Niels Buitenhuis volledig vrijstaand van dichtbij raak koppen. FC Lienden spelers stonden erbij en keken ernaar. Vlak voor rust voorkwam Spakenburg doelman Van Barneveld een tweede Liendense treffer. Met een prima redding door een kopbal van dichtbij van Leon Broekhoff. Na een vrije bal van Wouter de Vogel te pareren. De gasten hadden vervolgens het initiatief en waren de bovenliggende partij, zonder echt gevaarlijk te worden. FC Lienden speelde daarentegen voornamelijk de lange bal en op het middenveld had de Betuwse formatie het moeilijk. De minimale extra speeltijd raakt 2 minuten. Op slag van Rus was het dan toch raak en viel het 2-1 voor de thuisclub. Erik van Eem zag zijn schot mislukt, waarna de bal voor de voeten van Tom van der Neut belandde, die met dit buitenkantje wel raak wist en de bal binnentikte. Verdiend, hè? Ja. Het begin vond ik heel erg sterk. Na 20 minuten zakte het een beetje in elkaar, dacht ik, of niet? Toen kwam Spakenburg wel heel erg sterk terug. Hè? Ja. Doelpuntje. Tweede paal was niet gedekt, hè? Nee, dat waren we vergeten, Rien. Ja, maar goed. Uiteindelijk dan kort voor rust toch die 2-1. Was een eerste doelpunt was trouwens ook een hele mooie. Hele mooie goal van Mikey. Ja. Klopt. Ja. En de tweede van een verdediger. Verdedigers zijn tegenwoordig sterk in het scoren. Ja, Tommy. Hè? Ja, ja. Ja, klopt. Ja, mooie goal. Dat moet kunnen. En dan hebben we ook nog een stel aanvallers. En die komen dan ook nog een bot straks. Ja. We gaan er nog eentje bij maken, denk ik. Ja. In de rust gaf trainer Hans Kraaij junior zijn manschappen enige tactische aanwijzingen met als resultaat een beter spelend FC Lienden in de tweede helft van deze door scheidsrechter Martens goed geleide wedstrijd. De gasten uit het voormalige vissersdorp waren wel op zoek naar de gelijkmaker, maar het bleef bij de nodige cornerballen. In de drukte voor het Liendense doel behield doelman Jan Schimmel de controle en echt gevaarlijk werden de gasten niet. FC Lienden daarentegen had mogelijkheden om de voorsprong te vergroten. Zo zag Wouter de Vogel een prima genomen vrije bal tot corner getikt worden. En verscheel Abderrahim Loukili in kansrijke positie voor de Spakenburg goalie. In de 78e minuut viel uiteindelijk de belangrijke derde treffer. Een snelle aanval via Abderrahim Loukili bracht de bal bij de juist in het veld gekomen Mo Aya. Die vervolgens vanaf de rechterkant prima Frank Biaffe bediende. De teruggekeerde aanvaller rondde op subtiele wijze de aanval af en scoorde fraai zijn eerste doelpunt in de tweede divisie. In de 83e minuut was Abderrahim Loukili dichtbij een vierde treffer. De grillige aanvaller zag na een weergaloze actie zijn schot van de binnenkant van de paal terug het veld inkomen. Eén minuut later was de wedstrijd definitief gespeeld. Frank Miaffe dook alleen voor de doelman op en scoorde in de rebound zijn tweede treffer van de middag. De aanvaller die werd uitgeroepen tot man of the match bekroonde hiermee zijn goede optreden en bepaalde de eindstand op 4-1.
Door deze overwinning steeg FC Lienden 4 plaatsen op de ranglijst. Maar het verschil met de onderste plekken blijft klein.